In de nieuwe bibliotheek in Almere waren dinsdag allemaal gedichten te horen. En de spreeuwen slapen niet. Het zijn gedichten van zo'n 40 mensen die meededen aan de Dichtersmarathon 1000 Dichters. Dat plaatsvindt op initiatief van ILVU. De directeur van ILVU vertelt wat dat betekent. Ik ben Michael Stoker, directeur van het International Literature Festival Utrecht, ILVU. Wij willen graag dat de poëzie zo wijd en zijd mogelijk verspreid wordt. En we dachten, we gaan nu gewoon het land in. We huren een tourbus, we nemen er 1000 dichters mee. En we gaan gewoon in elke stad, in elke provincie, een dag mensen de gelegenheid geven om hun eigen gedichten voor te lezen. Hun voordrachten waren te horen van 12 tot 5. Een van de deelnemers was Niels Blomberg. Hij vertelt waarom hij meedeed. Mijn naam is Niels Blomberg en ik maak al heel lang gedichten. Dat was een leuk initiatief. Mooi initiatief. En het feit dat het in Almere was, kon ik eigenlijk geen nee zeggen natuurlijk. Toch waren er volgens de directeur niet heel veel deelnemers in Almere. Ik moet zeggen, de aanmeldingen in Almere bleven een beetje achter. Maar het aantal aanmeldingen is hier rond de 40, denk ik. De marathon toert de aankomende 12 dagen nog langs andere steden in het land, om vervolgens af te sluiten in Utrecht, met de Nacht van de Poëzie op 7 oktober.